Maar dan is toch de consequentie van die redenering dat wij dat geld moet ergens ja. vandaan komen. Dat geld komt uit het rijkere deel van Europa. Dat kan niet anders. Ja. Dus landen zoals Nederland zullen dan dus meer moeten gaan betalen. Eens. Maar als er meer landen bijkomen, verliest een land als Nederland dan dus ook aan invloed. Absoluut, want je stemverhouding wordt anders. Ja. Uh, het is het vijfde land qua inwoneraantal, de Oekraïne, ja. van uh, de totale familie. Dus ook dat heeft invloed, want dat heeft invloed op de stemverhoudingen. Maar het heeft ook invloed op de zetels in het parlement. Zeker. Dus er gaat een heel stuk verschuiven. Ik vind dat allemaal zeer te steunen, mits we daarin dat pad gaan volgen van die democratie en die waarden die we zo hoog achten, en dus dat het juridisch systeem moet kloppen. Ja, dat Maar uh, we de... zien in landen als Polen, Hongarije dat dat ja, nu al met de huidige lidstaten eens... een groot probleem is. Dus in mijn ogen de Europese Unie moet ook op de schop. Dat kun je niet afdoen met daar moeten we ook eens een paar commissies tegen aanzetten of daar moeten we ook eens een paar conferenties tegen aanzetten. Wat natuurlijk tot voor kort gebeurd is. Dat moet heel uh, in de diepte besproken gaan worden. Mm. Welke grenzen stel je? Wat is de verdeling van geld? En uh, u noemde het al: dat is niet onbelangrijk. De grenzen van Europa: hoe ga je daarmee om? Mm -hmm. De verhouding tot de nieuwe buren: dus het is een gigantisch karwei wat op, uh, op tafel ligt. Ja. Maar. Onverlet dat deze kans om deze landen bij dat proces te betrekken en dat is heel belangrijk. Neem de landen wel serieus en betrek hen bij het proces, dus dat het niet alleen maar is van ontvangen, ja. het is ontvangen voor een stukje, maar gerelateerd aan wat geeft de andere kant. Dus daar moet een wederkerigheid in zitten, zegt u. Ja. Met zoveel ja, woorden. En maar waarborgen van de waarden. Ja, want, uh, maar ja dan... dan kom je toch op het besluitvormingsproces uh, in, uh, in de ja. Europese Unie. Want de macht ligt bij de Raad van Regeringsleiders. Ja. Uh, die beslissen bij unanimiteit. Ja. Dus als er één dwars ligt, gaat ja. het hele feest niet door. Dat ja. zien we nu bij die Balkanstaten bijvoorbeeld. Maar dat was natuurlijk in de eerdere ja. instantie ook bij uh, noodpakketten richting Polen en Hongarije uh, aan de orde. Ja. Um, ik hoorde Mark Rutte afgelopen woensdag in het debat in de Tweede Kamer een beetje verzuchten toen het hier ook over ging. Ja, um, het unanimiteitsbeginsel betekent ook dat je het alleen maar bij unanimiteit kunt afschaffen. Met andere woorden, als zolang dat blijft bestaan en die Europese Unie dijt uit, is die dan nog te besturen? Zeker niet op de manier zoals ze dat gewend waren. Dus ik vind de aanname dat het veto-recht van alle tijden is... vind ik geen acceptabele. Dus Weg ermee dus. Moet, daar moet echt iets op gevonden worden. En misschien op sommige onderwerpen kun je een veto-recht handhaven... omdat het zo essentieel is. Noem maar op. Maar als je ten aanzien van de besturing van Europa... Doorgaat op de manier waarop we het gewend werden, dan zouden er straks 35 commissarissen zijn. Ik heb al aan veel vergadertafels gezeten, maar met 35, ik geef u de verzekering, dat is absoluut niet de beste manier om tot besluitvorming te komen. Nee, dat, dus dat moeten er minder worden. Dat, dus dat betekent dat je een formule moet vinden dat sommigen eh, niet elke keer van een nieuwe commissie een commissaris kunnen leveren. Ja, nou en ik... dat is natuurlijk ook. Oh, want, ja, en, en als dat dan naar ratio van de omvang van de bevolking gaat plaatsvinden. Wat voor de hand ligt. Wat voor de hand ligt. Dan verliest Nederland dus een vaste plek aan tafel daar in de Europese dus die Commissie. Die zal eens in zoveel Commissie-creaties een plaats aan tafel hebben. Ja. En dan kun je natuurlijk heel mooi zeggen... van elke commissaris zweert aan het begin... dat hij zonder last en ruggespraken enzovoort. Maar ik weet nog dat sommige collega's... bijvoorbeeld voor de commissievergadering... nog even met uh, het hoofdkantoor belden. Wie? <laughs> ja, Frankrijk was daar goed in. Oh, Frankrijk ja. was daar heel goed in. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja.